Wij zijn Siemens Helteniers. Wij zijn een actief bedrijf in de medtech sector. En wij leveren dus hoogtechnologische toestellen aan onze klanten. Dat zijn de ziekenhuizen, ook de kleine privés. Maar vooral aan de ziekenhuizen. En wat is daar vooral belangrijk in, is klantenservice natuurlijk. En dat is het onderdeel waar ik verantwoordelijk voor ben. Ik ben de service operation manager van onze dispatchingen, van onze logistiek. Dus om alles in goede banen te leiden van de klanten met problemen van onze service na verkoop. Dat is eigenlijk de verantwoordelijkheid die ik heb. De belangrijkste uitdaging waar wij mee geconfronteerd worden is vooral onze klanten helpen met de problemen. In de customer service, uiteraard zijn er soms problemen met onze toestellen. En dan is het de bedoeling van om zo snel mogelijk een technieker ter plaatse te krijgen met de klant. Of eventueel het toestel remote, dus via het internet, terug te deblokkeren en dat de klanten terug kunnen verder werken. Dat is onze belangrijkste scope, die uiteraard soms zeer gevoelig is voor de klant. Het eerste contact was eigenlijk doordat ik de functie als verantwoordelijke voor het Customer Care Center ben geraakt. Daar bleek dan dat jullie al, IQVIA en vooral de partner dan, Actifone voor ons eigenlijk, tijdens de kantooruren onze klanten ook te woord staan. Als ook buiten de kantooruren eigenlijk onze klanten doorverbinden met de techniekers. En zo heb ik eigenlijk te horen gekregen van IQVIA en hun partner Actifone. We zijn over het algemeen zeer tevreden van de service die IQVIA voor ons geeft. En zolang het goed draait, komt er natuurlijk ook niet veel naar boven. Waar komt het dynamische aspect te pas? Dat is vooral onze klanten veranderen dagelijks, wekelijks, jaarlijks, zodat zij op de hoogte zijn van hoe moeten wij deze klant behandelen voor Siemens Helteniers. En dat is zeer belangrijk, omdat we toch met gevoelige materie bezig zijn. Soms valt er een toestel in pannen waar een patiënt op de tafel ligt. Dan moet er zo snel mogelijk gehandeld worden. Dus wij vragen wel vrij veel van IQVIA om dus deze oproepen te kunnen behandelen. Wij willen ook geen gezichtsverlies leiden natuurlijk. En dat is een heel groot vertrouwen die wij geven aan IQVIA om onze klanten eigenlijk eerste lijns direct aan te woord te staan. De belangrijkste KPI is vooral op customer service gebied dan klantentevredenheid. Wij organiseren ook klantensurveys waar we expliciet vragen naar hoe was de behandeling van de oproep. Ik denk dat daar toch wel een viertal vragen rond zijn. En uit die vier vragen kunnen we eigenlijk al heel goed de klantentevredenheid over de dienst van IQVIA uithalen. Een tweede puntje is natuurlijk van onze mensen rechtstreeks in de field, onze techniekers. Zij kennen onze klanten, zij kennen ook de contractuele status van onze klanten. En indien IQVIA het niet goed zou doen, dan zouden wij zeer veel krachten krijgen van onze techniekers, wat niet het geval is. Dus dat is ook wel een zeer belangrijke SLA. In onze contracten die wij afsluiten met onze klanten, staan natuurlijk ook SLA's. Zoals wij moeten binnen de 2 minuten een klant te woord staan van zodra hij belt naar ons nummer. Dat is een zeer belangrijke SLA voor tenders. En ook hierbij moet IQVIA ons helpen om dus zo snel mogelijk de klant te woord te staan. De belangrijkste voordelen zijn vooral dat onze klanten goed geholpen worden, op de correcte manier geholpen worden volgens hun contractuele status. Als ook voor de afhandeling van de dag nadien, als onze dispatchmensen, als ons team terug begint te werken om 8 uur 's morgens, moeten we eigenlijk al de verzamelde of alle gegevens die IQVIA ons geeft, moeten wij kunnen verwerken. En als deze gegevens correct zijn opgesteld, dan is dat voor ons niet veel werk. Dus het is wel belangrijk dat dat allemaal correct verloopt. Ik zou zeggen aan elk bedrijf met een customer service, die eigenlijk service na verkoop moet leveren, zou ik IQVIA zeker aanbevelen. Je kan het vertrouwen geven om de klanten te helpen. Dat is voor ons een zeer belangrijk aspect. Want het is nog altijd het visitekaartje. Als er problemen zijn en de klant belt, moet het zeer snel gaan. En dat is iets wat denk ik voor elk bedrijf wel van belang kan zijn. Ja.